Wat zijn je gedachten over het parcours? What do you think of the course? Het is een mooie omloop met heel wat uitdagende beklimmingen. Dus die beklimming doe ik heel graag. De afdaling doe ik iets minder. Het is wel vrij technisch, iets dat wel iets moeilijker is voor mij. Maar ik ga morgen mijn uiterste best doen. En het is een snelle parcours. Dat is normaal iets voor jou. Ik hou wel van snelheid, maar ik had gehoopt dat het toch wel iets modderiger lag. En zo die rijtoestand is niet zo echt mijn ding. Dus ik denk niet echt dat het toch een parcours is voor mij, maar ik ga gewoon mijn uiterste best doen morgen. Ja, dat is juist. Ik heb gehoord dat het een beetje klaar is in sommige plekjes. Maar dat blijft moeilijk voor iedereen. Ja, het is voor iedereen natuurlijk hetzelfde en het is voor iedereen moeilijk. Dus ik denk wel dat we er een mooie race gaan van maken. En wat zijn je kansen voor een podiumplek? Ik denk dat dat wel een beetje ruim geschat is, podium. Ik denk dat er heel wat goede toppers aan de start staan en dat dan toch wel iets te hoog gegrepen is voor mij. Vooral ook, ik zit een beetje met een blessure, dus het is een beetje afwachten hoe dat de rug morgen zal reageren. Een blessure? En een goede dag moeten hebben, ja. Waar? In de rug en in de heupen van een valpartij in Hasselt. Ik heb het op tv gezien. Ja, ja. Ah, dat is jammer ook. Ja, dus ik nog altijd niet van hersteld. Wauw, dat is super jammer. En wie is de topfavoriet voor de overwinning? Ik denk dat we zeker mogen kijken naar Marianne Vos. Dat zeker favoriet is. Maar ook vrouwen met een mountainbike verleden gaan hier zeker goed uit de voeten kunnen. Ja, dat is juist. Thank you very much, Jolien Verschuren. Ja, bye.